geen straf, maar een waarschuwing in ruil voor schuldbekentenis. Dat is de sanctie die kickbokser Hesti Gerges volgens de dopingautoriteit moet krijgen na een positieve dopingtest. En dat is opmerkelijk, zo'n lage straf, want die krijgen sporters vrijwel nooit. En 3 maanden geleden nog zei de dopingautoriteit dat jarenlange schorsingen op zijn plek zouden zijn. Hoe kan een sanctie in 3 maanden veranderen van zware straf naar waarschuwing? We deden opnieuw onderzoek naar de belangen in de commerciële vechtsportwereld en hoe ver die reiken. Maar we beginnen dit verhaal bij Gerges zelf. Hij praat voor het eerst over zijn dopingzaak. Ik ben Hesti en ze weten het. Ik ben altijd iemand die gewoon voor zichzelf opkomt. Ik ben gewoon echt Amsterdammer en ik maak van mijn hart geen moordkuil. Ik moet gewoon alles gewoon eerlijk en open. Al meer dan een jaar sleept de dopingzaak tegen Gerges voort. Hij wil dat er door alle partijen openheid van zaken wordt gegeven en hij zegt geen doping te hebben gebruikt. Ik weet niet hoe ze komen aan die aan het stofje in mijn urine, maar ik blijf gewoon bij dat ik niks gebruikt heb. En dat, maar er is wel clomifeen gevonden. Het is hun zeggen dat het gevonden is. Ik zeg dat ik dat niet, in ieder geval niet bewust gebruikt heb. De vraag is natuurlijk wel hoe clomifeen, een middel dat in verband wordt gebracht met het gebruik van anabole steroïden, in de urine van Gerges terecht is gekomen. Het kan een vervuild supplement zijn, het kan een... ik dacht bij mezelf van, het zou kunnen, ik gebruik supplementen. Misschien dat er daar een vervuild supplement in zit. Ik verwacht het niet, want ik verwacht wel dat alle supplementen die ik neem gewoon schoon zijn. Daar vertrouw ik ook op. Gerges heeft Nieuwsuur inzage gegeven in e-mails en documenten. Een van die documenten is een sanctievoorstel van de dopingautoriteit. De deal? Gerges komt weg met een waarschuwing, maar dan moet hij schuld bekennen. Als ik dit teken, dan zal ik dus akkoord gaan met een waarschuwing. En daarmee zou dan alles gewoon klaar zijn. Maar er staat geen handtekening? Ik heb er geen handtekening onder gezet, omdat er nog, zoals die zaken die ik allemaal nog duidelijk wil hebben, die zijn voor mij niet duidelijk uit dit hele korte afgezaagde briefje. Ik teken gewoon niet voor iets wat ik niet gedaan heb. De stap van de dopingautoriteit om Gerges een sanctievoorstel te doen is dus zeer opmerkelijk, want eerder was er nog sprake van zware straffen. Glory organiseert vechtgala's over de hele wereld en is de grootste organisator van gala's in Nederland. In april 2017 sluit Glory vrijwillig een contract voor dopingcontroles met de dopingautoriteit en het instituut sportrechtspraak, het ISR, de organisatie die de tuchtzaken behandelt. Rotterdam, 3 maart 2018. Hesti Gerges vecht in Ahoy tegen Badr Hari. Gerges verliest na een spannende wedstrijd de partij. Beide atleten moeten direct hierna een plasje inleveren bij de dopingcontrole. Zowel bij Hari als Gerges worden verboden stoffen aangetroffen. Glory zegt even later de contracten met de instanties op. Wat we in de gesprekken die erop volgden wel hebben begrepen, is dat het voor hen allemaal wat snel ging. Ging snel dan? De zaken die zij hebben aangebracht bij ons, dat was in hun ogen wat meer dan aan de voorkant verwacht. Eind december probeert Glory via een Britse advocaat de dopingzaken stop te zetten. Mogelijke reden is dat Glory-ster Badr Hari geschorst kan worden. Want op een opzettelijke dopingovertreding staat de maximale schorsing van 4 jaar. Nieuwsuur besteedt op 28 januari 2019 aandacht aan de zaak. Daar hebben we hen weer terugverwezen naar ons contract dat we met hen hebben gesloten en onze algemene voorwaarden. Daarin hebben we specifiek opgenomen dat lopende zaken volledig door het ISR worden afgehandeld. Wij staan er ook volledig achter dat de zaken doorlopen. Wij vinden dat hier een sanctie moet worden opgelegd en wij vinden dat die sanctie moet worden uitgediend, zeker. En dat is dus dan 4 jaar? Dat zou wat ons betreft 4 jaar moeten zijn, maar ook dat is aan de tuchtrechter. Hè. Dat is niet aan ons. De straffen worden opgelegd door een tuchtcommissie, niet door de dopingautoriteit. Dus ik wacht het af. Maar uit mails en documenten blijkt dat er helemaal niet wordt afgewacht. 2 weken later, op 13 februari, is er overleg tussen onder andere Glory, het ISR en de dopingautoriteit. Glory schrijft in een mail dat het een productieve meeting is geweest en dat de partijen onderhandelen over een passende straf voor de 4 atleten. Er wordt bevestigd dat er gesproken is over het invoeren van nieuwe procedures, sancties en regels. Een paar dagen later, op 19 februari, ontvangt Hesti Gerges een mail van het ISR
met de bevestiging dat de zaken zijn opgeschort. Op 22 maart krijgt Gerges een nieuw reglement met daarin lagere straffen voor dopingovertredingen. Hij gaat ermee akkoord dat deze mildere regels met terugwerkende kracht gaan gelden, dus ook voor zijn positieve test in 2018. Twee dagen later krijgt Gerges een mail van de dopingautoriteit met een sanctievoorstel. Als hij schuld bekent, krijgt hij een reprimande voor het gebruik van clomifeen. Maar Hesti Gerges weigert dus dit sanctievoorstel te tekenen. Hij wil dat alles in de openbaarheid komt en dat de spelletjes achter de schermen stoppen. Ook internationaal doping-expert Douwe de Boer vindt dat de partijen transparanter moeten zijn. Morgen. Ik heb constant gemeld. Wat is nou aan de hand? Wat gaan we doen? Kan ik komen? En uiteindelijk hebben ze achter mijn rug alles geregeld. Weet je, stuur Hesti gewoon een briefje, dit tekent hij wel, dan is hij er lekker vanaf. En dan, maar zo werkt het niet. Niet bij mij in ieder geval, niet in mijn wereld. Hesti Gerges traint elke dag uren in de sportschool. Hij wil fit zijn voor het volgende gevecht in oktober. Elke dag gewoon wel 2 uurtjes volmaken. Gewoon om gewicht op peil te houden, conditie. Kracht. Ik ben natuurlijk ook al best wel op leeftijd voor een topsporter. Ik ben 35. Zijn volgende gevecht zal niet voor kickboxpromotor Glory zijn. Want Gerges staat niet meer bij hen onder contract. Hij voelt zich niet vertegenwoordigd door hen in deze zaak. Gerges verbaast zich dat de dopingautoriteit en het ISR zijn meegebogen met de eisen van Glory. Als je het gewoon over het geheel bekijkt, is het wel denk ik als een organisatie onafhankelijk moet zijn, dan is het wel de dopingautoriteit. Hè? Ik bedoel, van die moeten er gewoon om toezien dat er geen doping wordt gebruikt in de sport. En als dat dan wel zo is, dan moeten er gewoon passende straffen voor komen die daar gewoon bij horen. En dan vind ik het op zijn minst apart dat hun dan meegaan in andere belangen, zeg maar. Ook internationaal doping-expert Douwe de Boer vindt de gang van zaken op zijn minst opmerkelijk. De Boer kent de zaak. Hij gaf Badr Hari advies, maar kan specifiek daarover niet zeggen. Volgens de doping-expert hebben de instanties wat uit te leggen over een sanctievoorstel met zo'n lichte straf. Ja, dat is een zeer opmerkelijke deal. En dan kun je af gaan vragen van welke belangen worden allemaal afgewogen. En welk spel wordt er eigenlijk achter de schermen gespeeld. Ik kan mij voorstellen dat sporters die dan... waarbij een schikking wordt gesteld met 2 jaar, zich nu achter de oren gaan krabben. Zeker de sporters die dan misschien voor hetzelfde vergrijp 4 jaar krijgen zonder een schikking. Ik denk dat dat zeer opmerkelijk is en ik ben ook wel zeer benieuwd naar de uitleg. De dopingautoriteit en het instituut Sportrechtspraak willen niet voor de camera reageren, wel schriftelijk. Het ISR vindt het belangrijk dat Glory gebonden blijft aan dopingregels met redelijke straffen. Daar werken we liever aan dan dat we met elkaar breken. Voor commerciële ondernemingen in de vechtsport is het namelijk niet vanzelfsprekend dat er dopingregels gelden. In deze situatie heb je toch een stok achter de deur. Hoe de zaak van Hesti Gerges verder gaat is nog onduidelijk. Ik heb mijn andere waarden ook laten meten. Dan praat je over verhoogde testosteron, dat soort dingen. Wat je sterker maakt, wat je herstel beter maakt. En dat was bij mij allemaal gewoon niet aan de orde. Deze uitleg wil Gerges ook graag aan de tuchtrechters geven. Hij hoopt dat er snel een eind komt aan deze zaak. Ik ga niet op de stoel van de rechter zitten, maar ik denk dat als de rechter... die zou mij heus wel geloven dat ik niet bewust iets heb gebruikt, zeg maar. Dus ik denk dat als ik bij de rechter kom, dat het ook gewoon gek hoog gestraft gaat worden. En als het wel zo is, ja, dan is het gewoon zoals het is. Maar dan is het wel allemaal gegaan zoals het hoort te gaan. Gewoon strijd. Ja, en hoe het allemaal gaat, dat zien we over 2 weken. Dan moet duidelijk zijn of de sporters het schikkingsvoorstel accepteren of dat ze de strijd voor de rechter voortzetten.